Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Theeleuten. Onverwachts om 3 uur op mijn kanaal. Meestal doe ik hem 's avonds om 7 uur. Maar ik vond het tijd om even lekker te babbelen met jullie. En waar ik het over wil hebben is eigenlijk alleen maar pretparken. Ja, ik ben natuurlijk een pretparkfanaat. En jullie waarschijnlijk ook, want jullie zien video's op mijn kanaal. En die gaan vaak over pretparken. Kijk naar No Limits, kijk naar Rollercoaster Tycoon. Kijk naar Rollercoaster World. En binnenkort ook de Rollercoaster Tycoon World. Alleen maar World. Team Park World heb ik gespeeld. En ja, ik ben gewoon heel verslaafd iemand aan Rollercoaster Tycoon. Al vanaf jongs af aan, dat weten jullie. En ik ga met jullie gewoon hebben in deze aflevering theeleuten over de nieuwe dive coaster in de Efteling. En natuurlijk Rollercoaster Tycoon World. Ja. En ik zit er gewoon even zo bij. En ik moet gewoon aan jullie vertellen dat ik eigenlijk heel blij ben dat het internet bestaat. Ik bedoel, we kunnen alles erop vinden. We kunnen alle foto's erop vinden van de bouwfoto's van bijvoorbeeld dingetjes. We kunnen updates vinden van games. We kunnen filmnieuws lezen. We kunnen alles doen op internet. Je kan niet zonder internet. De wereld kan niet zonder internet. En dat is eigenlijk best triest. Televisie is denk ik dan de tweede belangrijke punt. En op de derde punt staat misschien toch wel een beetje sociaal cafeetje bezoeken en zo. Ik denk dat die drie dingen het belangrijkste zijn in het leven. Internet, televisie en misschien nog wel een cafeetje. En boodschappen doen natuurlijk voor de vrouw. Boodschappen is ook belangrijk. Nou, ik weet niet waar ik over praat, maar dit is een bullshit. Theeleuten is altijd waar we over onzin praten. En dat we een onderwerp starten en dat we ineens overschakelen naar schapen die kunnen... Men zegt je niet ofzo. Weet je wel, gewoon random onderwerpen. Maar dit keer gaan we het gewoon strak doen. We gaan het eerst hebben over Rollercoaster Tycoon World. Ik moet het goed zeggen. Want ze hebben gezegd het komt in januari uit. Maar dat weten ze nog niet zeker. Dus ik ga nog niks pre-orderen. Want ik weet dat het gewoon geen zin heeft. Dit is de eerste foto die online is verschenen. Eigenlijk de laatste geüpdate video. Foto. Helaas geen video. Ik wou video zeggen, maar het is helaas geen video. En in deze foto zien wij dus een cafeetje. Maar we kunnen duidelijk terugzien dat Rollercoaster Tycoon 3 heel erg leuk is gebruikt. En dan vooral Shy Guy's pack, vind ik. Shy Guy is natuurlijk een hele belangrijke gozer op het gebied van Rollercoaster Tycoon 3. Die heeft een fantastisch park gemaakt in het verleden. In de 7 jaren dat Rollercoaster 3 al uit is, zeg maar. En dit is toch wel heel erg gebaseerd op een van zijn texture packs, vind ik zelf. Het ziet er fantastisch uit. Gethematiseerd, een trein die door het gebouw heen gaat. Een leuk uiltje. We kunnen hier echt wel wat leuke dingen zien. En ook de belangrijke vos. Of wat is het, een vos? Weet ik voor hoe je zo'n beestje noemt. Die zien we dus ook afgebeeld op de foto aan het uiteinde van de treinrails. En die mascotte zien we dus terugkomen. En ik vind het eigenlijk een heel erg leuk truc. Het is druk, maar het is wel heel gezellig om dit in je park terug te zetten. Er zit een hele hoop detail in. Er is nog een foto uitgekomen. Dat is eigenlijk de tweede foto. En die foto laat zien een aantal karretjes ontwerpen voor bepaalde achtbanen of spookhuisjes, ik noem maar op. We zien dus allerlei verschillende minecarts links onderin. We zien een ballonvaart. We zien een soort Pegasus paard. We zien ook een paar van die snelle auto's. Het ziet er echt wel heel creatief uit. En ik denk dat je hier hele leuke gethematiseerde attracties van kan maken. Jeetje, wat een gedoe hè mensen. De volgende foto die ik laat zien is heel wat anders. Dit is de laatste foto van de bouw van de dive coaster in de Efteling. En zoals je ziet is het hele pand één gigantische bouwput geworden. En kunnen we eigenlijk al stiekem vertellen dat het station al overeind staat. Dat klinkt raar zonder aanbekleding. Maar dit is uiteindelijk de bouw van Baron 1889. Zeg ik 1898? Ik vind het zo'n vervelende naam. Ik kan het gewoon niet onthouden. Zo'n vervelende naam. Ik geloof 1898. Ja. En ja, ik vind de naam nog steeds echt heel bijzonder. En het is voor Efteling misschien leuk. Ik had hoogmoed, had ik veel gaver gevonden. Ik bedoel, mama, gaan we naar Baron 19... nog wat? Schat, is dat een oudbollig restaurant in de Efteling? Nee, dat is de nieuwste achtbaan. Wauw, had hem dan lekker hoogmoed genoemd. Kom, we gaan in de hoogmoed. Weet je wat? Maar het klinkt ook een beetje afgezaagd, hoogmoed. Hij had dan een oud-Hollands naam gegeven of zo. Nou, hier zien we nog een overzicht van het uiteindelijke het gebied van de Efteling. Ik kan het eigenlijk een achtbaangebied noemen. Ik bedoel, de Python. Alle achtbanen staan hier bij elkaar. En ik denk dat de Efteling dit bewust heeft gedaan. Omdat een achtbaan niet zou passen naast de Fata Morgana. Ik noem maar een zijspoor. En
Ja, het ziet er op zich wel redelijk goed uit. Ik ben heel benieuwd. Ik kan niet wachten. We moeten wel wachten tot 2015. Dan komt deze achtbaan eindelijk open. De dive coaster die met geloof 95 km per uur of 90 km per uur naar beneden rast onder de grond. Waar je een halve looping maakt, een kurkentrekker en nog lekker rondzweeft. Weet ik het allemaal niet. Het is een hele aparte layout en ze konden ook niet iets groots maken daar. Je had niet veel plek op dat stukje gebied. En ik ben bang als ze willen uitbreiden dat ze of de Python gaan slopen om daar weer gebieden vol te bouwen. Want naast de Python hebben we dan een grasveld. En ik hoop ook een beetje dat ze die Python slopen. Ik weet, het is een hele oude achtbaan. Het is ook een leuke achtbaan, maar hij is gewoon zo... Ja, er zit niks spannings in eigenlijk. Ik vind het leuk spannend dat ik over de kop ga. Maar dan maak ik wel 4 salto's. Dan heb ik hetzelfde gevoel als ik in de Python ga. Maar ja, het is natuurlijk een oudbollige achtbaan. En dat maakt het ook wel weer Efteling. Want Efteling zonder Python is gewoon geen Efteling. En dat is wel iets. Maar als ze de Python gaan renoveren, maak dan de baan vetter. Maak hem langer, maak hem groter, maak hem hoger. En dan kunnen ze naast het pretpark, waar toch nooit geen fuck gebeurt, waar ze een grasveld hebben, waar ze nooit wat aan bouwen, daar zou ik dan iets gaan neerzetten. En wat? Dat weet ik niet. Gewoon de achtbaan breder maken, groter. Ja, ik ben... Ik wil eigenlijk dit jaar niet meer echt naar een pretpark gaan. Het is november. Ik weet dat de Winter Efteling natuurlijk een heel erg uitdaging is. Uitdagend iets en waar heel veel mensen naartoe komen. En ik heb het ook nog nooit gezien, de Winter Efteling. Misschien dat ik het overweeg om daar naartoe te gaan als ik word uitgenodigd. Of ik heb er gewoon zin in of behoefte aan. Maar ik hou het voor dit jaar een beetje kort met pretpark. Ik ben al echt heel vaak in pretpark geweest dit jaar. Te veel. Ik heb denk ik dat ik een record heb gehaald dit jaar aan pretparken bezoeken. En ik vond het fantastisch om gewoon Fantasieland weer een keer te zien. Om naar Efteling geweest te zijn met de crew. We zijn natuurlijk naar Drievliet, geloof ik. Of was dat vorig jaar? Het gaat zo snel. Jeetje, ik zou... Ja, ik ben gewoon een hoop weg geweest. Naar Bobbialand zijn we geweest ook. En ik ben natuurlijk naar Disneyland geweest 2 keer. 2 keer in een jaar. Ongelooflijk. Normaal kom ik daar gewoon nooit. Het is echt absurd. En omdat ik natuurlijk pretparken in België, Duitsland en Frankrijk heb bezocht en ik zelf geen vervoer heb, ik heb geen rijbewijs, dan is dat heel bijzonder om dan ergens te komen waar je normaal nooit komt. Ik kan je verklappen dat in volgend jaar gaan we natuurlijk weer pretparken bezoeken en dan wil ik heel graag een leuke trip report maken van Europa Park. En ik weet het nog, ik heb nog heel veel video's liggen die ik moet monteren, Stoute Vincent. Ik heb heel veel video's van Disneyland Parijs die ik nog aan jullie moet laten zien, want die heb ik nog helemaal niet laten zien aan jullie. Dus excuus hiervoor, maar ik heb heel veel gemonteerd. Ik heb de afgelopen week heb ik ruim 6 uur gemonteerd en dat is echt... nog wel langer denk ik. Ik denk 1 uur of 10, maar ik denk dat ik 4 uur op een dag heb gemonteerd en dat ik echt 10 video's klaar en dacht van wauw, we kunnen weer een hele week er tegenaan. Dus... Dit is de Taylor video. Ik moet nog voor vanavond een hele leuke gameplay video gaan uploaden. Dus het wordt weer een PlayStation 1 game. En ik zat te denken aan Tarzan. Maar dat moet je gewoon even wachten tot vanavond, tot ik het heb opgenomen. Ik vond het leuk dat jullie keken naar de Taylor video. En ik hoop, als jullie vragen hebben, stel ze gewoon gerust in de comments. Wel even serieuze comments. Want de rest verwijder ik of reageer ik niet op. Dus hou het leuk. En ik bedank jullie nogmaals voor het kijken. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En kijk ook even mijn vlogkanaal. Want daarin ga ik ook actiever worden met video's. Dat was het wel een beetje. Dit was de Taylor aflevering zonder thee. En zonder enige drank hier. Drank klinkt gelijk alcohol, hè? Ik bedoel gelijk een beetje een vloeibare drinken hier. Dat is hier gewoon niet aanwezig. Nou, ik ga even wat zoeken beneden. Ik ga even wat drinken halen. En ik zeg doei doei. Tot de volgende keer, hè? Bij de volgende video. Theeleuten misschien. Doei doei. Geen intro. Geen outro doen we dit keer. Gewoon lekker droog. Niks. Doei doei.